President Chandrika Prasad Santokhi zal herschikking van de internationale schulden die Suriname heeft bespreken tijdens het bezoek aan India. Het staatshoofd zei dit gisteren tijdens een opperjari-vergadering op zijn kabinet aan de vooravond van zijn vertrek naar het Zuid-Aziatisch land. Deze belangrijke dienstreis die vandaag is ingegaan en lang van tevoren op de agenda stond, was uitgesteld om nationale issues. We staan nu op het punt te gaan richting India op uitnodiging van de premier van India, de premier Modi. Maar in feite was die ontmoeting al gepland tijdens die G20 ontmoeting op Bali in Indonesië. Maar u weet, er waren wat nationale issues en toen ben ik weer afgereisd. Maar de bedoeling was dat we tijdens die bijeenkomst over die schuldherziening van Suriname zouden praten. In Indonesië op Bali en ook met de Chinese president was een afspraak gemaakt om ook die zaken daar te bespreken naast de samenwerkingsrelatie. En uiteraard hoe we ook deze samenwerkingsrelaties kunnen uitbreiden en verdiepen. Nu is er een goede gelegenheid en dat heeft hij ook op G20 bevestigd ten overstaande van de minister van Buitenlandse Zaken, dat hij me toch graag ziet in januari bij de gelegenheid waar we verschillende activiteiten ontplooit gaan worden. Santokhi zegt dat het enorm belangrijk is naar India af te reizen, omdat het land nu voorzitter is van de G20-top. India geeft volgens het staatshoofd nu leiding aan het belangrijkste niet-governementele forum voor internationale samenwerking, waardoor gesprekken met Suriname nu heel goed uitkomen. En zo is er een leader session door hem gepland, de leader session of the Voice of the South Summit. Unity of voice, unity of purpose, daar ben ik ook uitgenodigd om een toespraak te houden. En daarnaast is er een World Investment Meeting, het is de inaugural session of the Global Investors Summit. Dus daar ben ik dan ook uitgenodigd om ook daar de audience toe te spreken. De president zegt verder dat er veel interesse is voor de inzichten van Suriname op het gebied van de olie- en gasindustrie. Hij meent dat daarom Surinaamse standpunten bekendgemaakt moeten worden. Er staan ook bilaterale ontmoetingen met de premier van India.